begin met het gedicht Weerzien. Of ze ook in het wit haar springveren krullen trekt, haar wenkbrauwen opstroopt tegen vreemden. Het kan toch haast niet anders, of ze komen haar niet nader dan ik. Die haar al die jaren zonder het te weten zocht toen ik was weggegaan. Koud, kouder, ijskoud. Hoe ze haar rag haar hoofd schudt, het klopt nog steeds. Handen verschuiven lucht, woorden of witte bloedlichaampjes nu. Op weg naar de verkeerde plek. Dom om zo ver weg te gaan. Nooit meer iets gevonden. Maar kijk eens hoe ik ben gebleven. Al 10 jaar lag mijn rattenhart in het tupperwerkje van haar vriezer. Te wachten tot ik opgewekt weer verder kon. Wat is jouw naam? Berbel Gijssen. En jij bent vandaag, was je debuut, heb ik begrepen. Ja, mijn debuut. Het is al wel een half jaar geleden verschenen. Maar het was hier in huis nog niet gepresenteerd. Dat is vandaag gebeurd. En hoe vond je het? Het was spannend. Maar wel erg leuk. Ja, dat is heel spannend als je dat voor de eerste keer doet. En voordragen is niet het vak waar ik voor gekozen heb. Want ik heb voor schrijven gekozen. Dus dan moet je altijd even een drempeltje over. Maar dat, En hoe is het dan? Kun je zien dat mensen luisteren? Mensen luisteren heel aandachtig. Ja, dat viel me wel op. Mensen zijn heel welwillend. He, ze beoordelen je niet. Ze wachten wat je te vertellen hebt. Wat merk je aan ze als je iets vertelt? Dat ze, waar reageren ze op? Nou, dat vraag ik me af. Achteraf ook, want als je zelf daar staat te praten, weet je eigenlijk nauwelijks wat je zegt. Je draagt je gedicht voor, je let niet op de reacties en op de mensen die in de zaal staan. Maar er kwam wel achteraf een mevrouw op mij af die dat boek gekocht had, enkel en alleen vanwege het feit dat je wat voorgelezen hebt. Dus dat zegt wat. Hoewel ik zelf niet zo'n voorlezer ben, ik bezoek ook niet graag evenementen waarbij gedichten voorgedragen worden, omdat ik denk dat je als gedichtenlezer beter gedichten kunt lezen dan ernaar te luisteren. Dan kan je nog even nakijken en het nog eens herlezen. Het is wel een mooie manier om mensen te prikkelen, dat blijkt dus wel. Ja, dat is nu gebleken, maar dat was de eerste keer, dus dan heb ik dat mooi meteen ervaren. Ja, ik vond dat je het heel goed hebt gedaan, dankjewel. Oké, bedankt.